De vorige keer in TDW's Houwa met mijn wife. Vanavond ga ik haar ten huwelijk vragen. Ik had namelijk rozen gekocht, 3 rozen. Maar ik had een wijn gehaald die volgens mijn broertje heel erg lekker was. En dan nu de ontknoping. Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer verder met How I Met My Wife. Vorige keer was ik abrupt gestopt, zeg maar. Een soort van kleine cliffhanger erin gegooid. En we gaan die gewoon zo meteen weer oppakken. Ondertussen kijk je naar een Modern Warfare 3 gameplay. En ik heb weer voor Lockdown gekozen. Ook in verband met de vorige video. Maar ook toevallig omdat ik hier een hele opvallende gameplay heb gehaald. Deze gameplay slaat eigenlijk alles op mijn tegenspelers. Mijn tegenspelers waren ontzettend noob. Waren echt verschrikkelijk slecht. En toch lukte het mij niet om die MOAB te droppen. En dat is best wel frustrerend op het moment als jij gewoon bemerkt van deze mensen moeten we aankunnen. Zoals je ziet, ik kon elke keer in hun rug komen. Ik wist waar ze vandaan kwamen. Ik schoot, ik pre-firede. En het lukte allemaal redelijk goed. Totdat ik op een gegeven moment een Mogol tegenkwam. En van daaruit is het steeds niet zozeer heel slecht gegaan. Maar het ging wat minder elke keer. Hier zie ik weer de volgende lopen. En ik kijk nog even achter me en ondertussen pak ik hem toch, weet je wel, dat soort dingen. Ik wist waar ze waren, hier ook in het huisje. Nou, ik kan zo de hele tijd doorgaan, maar op een gegeven moment lukte het gewoon telkens niet. Ze hadden weer een beetje mazzel, ze hadden weer die ene kogel minder nodig dan dat ik nodig had. Let op deze. Hier, ik schiet. Hij had dood moeten zijn, ook al was het pre-fire, daarna pre-fire ik de... Of daarna aimde ik met mijn hip. Ik aimde met mijn hip. Zo, dat kan ook echt. Nee, ik hip-fired. En toch had ik hem niet. Weet je, dat soort dingen. Nou, in ieder geval, geniet lekker van de gameplay. Het is verder heel erg leuk met de MP7. Sleight of Hand, Assassin's Pro en Hardline Pro unlock ik als mijn specialist. En ik gebruik natuurlijk Scavenger Pro, Quick Draw en als derde had ik Stalker. Gewoon zeg maar als basis. Verder nog Portable UAV, Portable Radar. Wat is het? Portable UAV of Radar. Een van de twee. Ik vergeet het altijd. Ik haal ze altijd door elkaar. En de C4 in ieder geval. Daarnaast heb ik Silencer en Rapid Fire op mijn MP7. Heerlijke combinatie. Ik begin steeds meer te genieten van die MP7. Terwijl het... Ik heb wel eens vaker gezegd. De MP7 is niet zozeer mijn gun. Of was. Moet ik eerlijk zeggen was. Hij was altijd OP. Was door iedereen bekend, zeg maar. Iedereen gebruikte het wel. Iedereen kon er MOA's mee knallen. Maar ik kreeg hem niet vast. Ik kreeg hem niet lekker. Ik kon mensen er niet mee oppakken. Het lukte gewoon vaak net niet. De aim zat niet lekker. En de laatste tijd geniet ik van dit wapen wel. En je ziet ook in mijn livestreams heb ik er 2 keer al een MOA mee gehaald. In mijn livestreams op Dome. Of dat lieg ik, volgens mij was er eentje met een ACR, maar dat maakt niet uit. In ieder geval ook eentje met de MP7. En dat is gewoon genieten. Dus dat is wel leuk, misschien wat vaker ook met de MP7 gameplay. Ik zal lekker doorwisselen, want ik geniet echt de laatste tijd veel meer van Modern Warfare 3. En Black Ops 2 is wat weer wat minder, zeg maar. Het was altijd al minder, maar ik bedoel... ik was Modern Warfare 3 gewoon beu. En dan ga je Black Ops 2 spelen. En nu... heb ik ook weer plezier gevonden in MW3. Ook in het solo spelen. En dat is ook nieuw. Niet zozeer nieuw, want ik heb vroeger heel veel solo gespeeld. Maar een party is toch altijd relaxed. En de laatste tijd speel ik ook solo en dat vind ik ook heel erg relaxed. Maar dat alles terzijde. We gaan gewoon beginnen met... How I Met My Wife. De vorige keer vertelde ik... hoe... het idee is ontstaan, waar we heen gingen. We gingen naar België, een dagje, omdat we daar vlakbij in een hotel zaten. Ik vertelde dat ik rozen gekocht had. Ik vertelde dat ik de rozen gekocht had om rozenblaadjes te verkrijgen. Ik vertelde dat ik een wijn had. Ik vertelde dat ik mijn laptop mee had. Maar dat was allemaal het voorproefje, het voorspelletje. Zeg maar. Want terwijl we daar zaten, vlakbij Breda, in ons hotel, kwamen we 's avonds. En wat gingen we doen? We gingen een film kijken. Ja, ik had mijn laptop dus meegenomen. Simpelweg om de muziek
te gebruiken die op mijn laptop zat. Ik had nummers gekozen, een heel afspeellijstje op iTunes gemaakt met Lionel Richie, Celine Dion, allemaal van dat soort muziek, lekker romantisch, lekker, allemaal van dat soort muziek. Maar nu ga ik eigenlijk iets te snel. Maar we kwamen thuis op een gegeven moment na een dagje Antwerpen. We hadden lekker gegeten bij een restaurantje. En we kwamen thuis en we hadden eigenlijk gewoon niet zoveel zin om nog weg te gaan. En daar was ik wel blij mee. Dus toen zei Jessica op een gegeven moment, kom, we gaan lekker een filmpje kijken. Ik weet niet eens meer welke film het was, maar volgens mij was het echt een half spannende, niet romantisch, nergens aanleiding toe zettende film, zeg maar. Het was gewoon knallen en actie en weet ik het allemaal. En tijdens die film, ik zie het nog voor me, was ik helemaal mezelf al aan het opvreten, want ik wist dat het moment aanbrak om te vragen. Maar het moment moest ook echt aanbreken, zeg maar. Je had de dag gekozen, je hebt niet zozeer het uur gekozen. Ja, sommige mensen plannen dat wel helemaal in. Had ik niet gedaan. Maar ik had de dag en de avond gekozen. Maar alles moest wel goed lopen. Het moest wel een bepaalde aanleiding, een bepaalde richting geven aan die avond, dat er een romantische sfeer, zeg maar, op een gegeven moment ontstaat. Niet dat je in een lachbui bent, weet je wel. Want dat wilde ik ook weer niet. En we hadden die film, hadden we afgekeken. En ik zie het nog voor me en ik zit daar en ik denk van hoe en wat en zus en zo. En toen op een gegeven moment, toen zei ik van, kom anders gaan we gewoon even lekker bubbelen in het bubbelbad. Want we hadden een bubbelbad, dat had ik in de vorige video ook verteld. We hadden een bubbelbad en mevrouw vond het helemaal niks, echt helemaal niks. Een bubbelbad met bubbels, nee, die had het liever gewoon een normaal bad. Maar ik vond het heerlijk, lekker bubbelbad. Dus ik zei toen van, ga jij anders alvast lekker in het bad zitten, weet je wel. Dan kan jij alvast lekker genieten van het bad zonder bubbels. En dan, weet je, dan zie ik je over een kwartiertje of zo. Dan gooi ik dat ding aan, weet je wel. Dan kan ik nog even genieten van de bubbeltjes. Weet je, ik heb er zelf geen één thuis. Vind ik leuk, wil ik gewoon lekker ook in het bubbelbad zitten. En zo gezegd, zo gedaan. Dus zij, niks vermoedend, ging zij in het bad zitten. Lekker genieten. En terwijl zij dat deed, had ik de tv aangegooid. Ik weet nog dat er voetbal was. Ik weet niet wie tegen wie. Volgens mij was het Nederland die aan het spelen was. Maar ik weet het niet meer precies. En ik had voetbal harder aangezet dan normaal, zeg maar. En toen ben ik gaan voorbereiden op het moment daarna, zeg maar. Dus wat had ik gedaan? Ik had buiten, we hadden een kamer op de begane grond. En daar zat een soort van tuin bij. En die tuin, die schuifpijl had ik opengegooid. Ik had allemaal vaccinelichtjes en allemaal kaarsen gekocht. Die had ik helemaal op het terras, had ik die helemaal volgebouwd. Ik had toen op een gegeven moment, ik had de fles wijn had ik gepakt. Die had ik heel mooi neergezet. Ik had de roos erbij neergezet op het tafeltje. Gewoon allemaal netjes, leuk, weet je wel. En mijn laptop klaargelegd. Niet zozeer in zicht, want dat vond ik weer lelijk. Maar wel zo dichtbij dat je het geluid goed kon horen. En twee glazen gepakt, neergezet. En daar zaten we. En toen dacht ik van oké, nu is het eigenlijk zo'n beetje wel tijd. Ik had nog even ik denk wel 300 keer gecheckt of ik mijn ring wel bij me had. En of dat wel goed. En ik had het allemaal zeg maar bij de hand. En toen gingen we, toen dacht ik van oké, het is klaar. Dus ik ging in bad, of ik ging naar de badkamer. En ik denk, ik ga nog even lekker in het bubbelbad zitten. En nou ja, op een gegeven moment zitten we en ik was gewoon zenuwachtig. Ik kon niet eens meer genieten van het bubbelbad, zeg maar. Ik zat alleen maar van, oké, ik wil eruit en ik wil dat we gaan beginnen. En dat deed ik. Op een gegeven moment, ik zeg, weet je, doe rustig aan. Zorg ervoor dat je gewoon lekker kleed je zo meteen aan en dan dan komt het wel goed. En ik zeg, ik ga nog heel even wat dingetjes pakken en zo. Dus toen begon mijn vrouw iets door te krijgen. Niet zozeer door te krijgen van dat ik het ten huwelijk ging vragen, maar dat er iets speciaals ging gebeuren. En ze zegt van, ja, maar Giel, wat ga je dan doen? Wat is er dan? Dus ik zeg, ja, vandaag hebben we 2 jaar. En ik heb nog iets kleins, iets leuks. Maar dat wil ik eventjes van tevoren, wil ik even pakken. En
Ze had me al, want we hadden een half doorzichtige badkamer, zeg maar, met van dat, hoe noem je dat, van dat gebroken ruitachtig iets, weet je wel. Dus je zag wel schimmen, maar je kon er niet echt goed doorheen kijken. En ze had me al een beetje bezig gezien. Dus ze stond op een gegeven moment zich af te vragen. En toen ben ik snel naar buiten gerend. En ik wilde alle kaarsjes aandoen. En natuurlijk ging geen één kaarsje aan. De wind stond te sterk en ik kreeg de kaarsjes. Nou, de ene was aan. En ik had echt heel veel kaarsjes. Echt heel veel kaarsjes. En toen kwam er in één keer een meisje. Die kwam op een gegeven moment van een paar kamers verderop. Die zat buiten en die zag me. En die denkt van, oké, ik ga hem helpen. En ze komt naar me toe rennen en zo, pakt de aansteker en die begint in één keer ook mee te helpen alle kaarsjes aan te doen. Want die had het natuurlijk door en ze vroeg het ook nog van, ga je er nu ten huwelijk vragen? Dus ik zeg, ja, dat ga ik doen. En ja, toen was het moment daar. Ze was klaar in de badkamer, had zich nog aangekleed. En toen was het moment daar. Ik ben toen naar haar toe gelopen. Ik heb de muziek had ik aangedrukt. En Celine Dion met Je t'aime amour begon te spelen en was het openingsnummer. En Celine Dion kan echt prachtig zingen. En het moment dat ze naar buiten liep, zag ze allemaal rozenblaadjes liggen over de kamer heen. Over het bed heen. Naar buiten. En ze wist meteen wat er ging gebeuren. Echt supermooi. Ik zal het nooit vergeten. En ik heb toen met haar door de kamer heen gelopen naar het terras. Bij de kaarsjes hebben we even staan dansen. En toen ben ik ook echt op mijn knieën gegaan. En toen vroeg ik, met nog een heleboel andere teksten erbij, wil je me betrouwen? En met tranen in haar ogen schudde ze en zei ze ja. En ik kan je zeggen dat dat op dit moment de meest gelukkige moment in mijn leven is.